Vrijdagavond rond 7 uur werd er een woningoverval gemeld aan de Rijnmoeren. Nou, de agenten zijn direct ter plaatse gegaan, troffen op straat de bewoner aan. Die was gewond, die lag op de grond. Kennelijk was hij op zijn vlucht voor de overvallers vanaf de eerste etage naar beneden gesprongen. Nou, er was dus inderdaad sprake van een gewapende overval, maar de daders waren al gevlucht. Dus direct heel veel politie de wijk ingegaan om te zoeken naar die mogelijke overvallers. En een minuut of 10 daarna werd gemeld door een motorrijder dat hij op het Moerenpad met die vermoedelijke daders geconfronteerd was. En dat bij dat tumult hij kennelijk een steekwond heeft opgelopen. Maar wat daar precies gebeurd is, dat wordt nog door de recherche onderzocht. Op dit moment wordt de collega in het ziekenhuis behandeld. Terwijl op het Moerenpad een plaats ligt, daar is de politieman met een mes gestoken, een motorrijder. En we hebben een plaatsdelict hier op de Rijnmoeren waar de woningoverval heeft plaatsgevonden. En dus op beide plekken is nu de technische recherche bezig om te kijken of er nog sporen van de daders kunnen worden veiliggesteld. We hebben via Burgernet directe signalementen verspreid van de twee daders. Het zou mogelijk gaan om mannen met een witte en respectievelijk een zwarte jas en ook met een muts op. Er is ook een kenteken en een merk van een auto verspreid via Burgernet. Alleen heeft dat helaas nog geen concrete resultaten gehad.